Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, ik ben Sam en dit is het weekoverzicht. Breda wordt in 2019 met 1,5% duurder. Dat blijkt uit het gepresenteerde financiële rapport door Geetje Bos, wethouder van Financiën. Aan ons de vraag wat de inwoners van Breda hiervan vinden. Wat vindt u ervan dat de belastingdruk voor belastingbetalenden volgend jaar omhoog gaat voor de inwoners van Breda? Dat hangt ervan af waar die belastingdruk voor gebruikt wordt. Als die belastingdruk wordt gebruikt om voorzieningen voor de bewoners te maken die goed zijn, dus sportvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen, apotheekvoorzieningen, dan denk ik dat het een goed iets is. Als er geen goede motivatie is voor die verhoging, dan vind ik het gewoon dat het niet door moet gaan. Nou, ik kom persoonlijk uit Kaam, maar mocht dat bij ons zo zijn, dan zou ik willen dat dat geld ten goede komt aan mensen die het heel, heel moeilijk kunnen betalen. Als de prijzen verhoogd worden omdat de gemeentelijke belastingen verhoogd worden, omdat afvalverwerking duurder wordt, ja, dan moet het eigenlijk in principe alleen maar naar de kosten gaan van de afvalverwerking en niet naar andere zaken. Dat vind ik wel een beetje jammer. Alles wordt duurder op het moment. En afval, ja, je kan er niet omheen. Je moet het kwijt. Dus je wordt eigenlijk gedwongen om 1,5 meer te betalen, toch? Ja. Ja. Wat vindt u ervan dat de opbrengsten dan van dat geld dat mensen meer betalen bijvoorbeeld wordt besteed aan 6.000 nieuwe woningen? Tja, wat vind ik daarvan? Die zullen er ook moeten komen, maar misschien dan andere doelen. Meer voor milieuachtige dingen dan weer woningen erbij. Zelf vind ik het niet zo erg, maar voor de mensen in Breda zou ik het wel heel erg vinden namelijk. Want alles gaat omhoog, hè. Belasting gaat omhoog, van 6% naar 9%. En ja, de woningen gaan omhoog, je ziet het. Om vuil te dumpen gaat dan omhoog, alles gaat omhoog. Waterschapbelasting gaat omhoog. Ja, voor de mensen hier in Breda, vind ik het wel niet zo leuk voor ze eigenlijk, om eerlijk te zijn. Gisteren was het weer 4 oktober. En dat betekent weer Dierendag. Een dag waarop de dieren in het zonnetje staan en niet de mensen. Wij gingen langs bij boerderij Wolfslaag om de dieren even lekker te verwennen. Hoe heet jij? Kan jij me misschien vertellen wie dit precies is? Ja, zeker. Dit is Marne, een Nederlandse landgeit, een vrouwtje. Ze is ongeveer 6, 7 jaar en ze is getraind door mij en zo meteen gaan we een show geven. Goed zo! Wat vinden jullie van de boerderij? Leuk. Ja, wat vind je het leukste? De geiten. Geiten, jij? Ook de geiten. Het is best wel leuk bij de boerderij te zijn. Ja, wat is jouw lievelingsdier? Een pauw. Een pauw. En zijn ze hier ook pauwen? Ja, ze zitten ongeveer daar zo. Ik heb ze gevonden hoor, de pauwen. Wat vind je er nog aan dat je één dag in het jaar lekker verwend kan worden? Oké. Dat heb ik ook heel sterk, ja. Vind je het leuk hier? Ja. Wat vind je het leukste? Geitje. Is geit jouw lievelingsdier? Ja, maar het is niet een huisdier. Nee. Heb je zelf een huisdier? Ja. Wat voor iets? Hij is een poes en een heel loesje. En doe jij loesje wel goed verwennen op dierendag? Ja. Ja, krijgt hij extra snoepje? Nee. Ik ga nu even konijn voederen, kijken of ze willen. Kom maar. Eten. Pak hem niet vol, pak hem, ja. We staan hier bij Lotte het paard en kan je er misschien iets over vertellen? Ja, Lotte het paard is een tinker. En tinkers komen van oorsprong uit Schotland, Ierland. Daar komt zij ook vandaan. Toen is zij jaren geleden inmiddels alweer is zij naar Nederland gekomen. Naar een speciale tinkerstal. En die vangen allerlei verwaarloosde en ook tinkers uit het buitenland vangen zij op. En richten zij verder af en vervolgens is zij hier naartoe gekomen. Hoe vind je het hier op de boerderij? Goed. Ja? Hoe heet je? Joris. En wat vind je het leukste hier? Nou. Wat vind je het leukste? De geitjes. Ja. En wat is jouw lievelingsdier? De geitjes.
Heb je thuis ook een geitje? Nee, Poes. En hoe heet die? Sam. Sam? Sam. Ik heet Sam. Sam? Ja. High five, man. Lekker, man. Afgelopen week was de opening van Muzieksalon Spronk. Onze verslaggever nam er een kijkje en om te vragen wat nou de plannen zijn voor het komende seizoen. Wij staan hier bij Jetje van Wijk en Jetje is de grote spil van de Muzieksalon Spronk. Jetje, hoe lang is het geleden dat jij hiermee begonnen bent? Nou, toen de firma Spronk, Muziekhandel Spronk, nog er was, waar we fijne cd'tjes konden kopen. En dat is denk ik zo'n 9 jaar geleden of 7 jaar geleden, zoiets. Ja. En kun je iets zeggen over hoe die Muzieksalon Spronk zich ontwikkeld heeft? Want we hebben natuurlijk niet meer de zaak, hè, de muziekzaak Spronk, maar de Muzieksalon Spronk is springlevend, denk ik. Vertel. Ja, dat is zeker. Nou, we zijn eigenlijk van een leuk, vriendelijk initiatief zijn we toch uitgegroeid tot iets wat wezen mag. Het is allemaal professioneel van niveau. En we hebben een vaste kern bezoekers. Iedere maand komt er wel zo'n 80 mensen op af. Dus ja, we mogen niet klagen. Muziek is heel erg belangrijk voor mensen, denken wij. Kunt u zeggen waarom het voor u belangrijk is? Ja, wij komen altijd hier naar Spronk Muzieksalon. Mijn man heeft al sinds lang Alzheimer, gaat ook naar dagopvang. Hij heeft altijd van klassieke muziek gehouden en dit spreekt hem heel erg aan. Dit is voor hem herkenning en hij wordt er heel rustig van. Peter, meestal gaat de muzieksalon over klassieke muziek, maar jij gaat geloof ik iets anders doen. Ja, ik begreep van Jetje van Wijk dat er vanuit het publiek een vraag was gekomen over jazzmuziek, of er aandacht aan besteed kon worden. En toen ben ik benaderd. Muziek is heel belangrijk voor mensen, omdat het emoties naar boven kan halen die je met woorden nooit naar boven krijgt. Bijvoorbeeld als je verdrietige muziek hoort, dan voel je ook die emotie. Ook deze week hebben we weer een dilemma voorgelegd aan de inwoners van Breda. Het dilemma luidt of voor de rest van je leven elke avond belletje lellen bij elk huis in je straat, of de rest van je leven iedereen die een hand geeft deze hand 5 minuten vasthouden. Kijk wat de inwoners van Breda kiezen. Ja, ik denk dat ik maar een handje geef. Ja? Ja. En waarom? Ja, bellen, dan moet er voor zover lopen, hè? Overal. Elke avond, dat is te veel moeite, hè? En, dus liever even 5 minuten. Ja. Oh, dat is moeilijk, want dan moet ik er veel hebben. Hè? Ja, ik weet niet, waar woont u ergens? In het Heuvelkwartier. Als u in een flat woont, is het niet zo heel erg. Nee, ik woon in een flat, maar er zijn er ook veel. Ik zou de tweede kiezen. En waarom? Het is gewoon geen respect hebben voor iemand die belletje lelt, vind ik. Dat is gewoon irritant. Dus dan hou je liever iemands hand 5 minuten lang vast? Ja, zeker. Dus als je naar een feestje gaat of zo en je ziet iemand die je kent, die geeft een hand, wat dan? Bij iedereen? Gewoon aan het praten houden met mijn hand, denk ik. Bij mij zou het niet zo heel erg zijn, toch? Nee. Gewoon een kusje geven. Tweede, man. Waarom? Dat is leuker. Iets meer kick, iets meer adrenaline. Dus... Belletje, dat bedoel je? Ja, man. Dat tweede. Maar vind je dan niet op? Stel, je gaat een keer uit of zo. Dan moet je eerst nog bij iedereen eerst gaat voordat je gaat. Overal belletje lellen. Ja, dat is wel grappig. Een beetje herinneringen van vroeger terughalen, weet je wel. Dat deed je vroeger ook altijd, toch? Ja, deed je vaak? Ja. En nooit problemen gehad? In principe niet. Mensen die achter je aankwamen rennen en zo, was wel grappig, man, maar voor de rest niet echt. Maar het is dan wel zo, stel je komt op een verjaardag, hoe gaat u iemand dan feliciteren? Want bij elke hand zou je dan 5 minuten lang vast moeten houden. Ja, dat is, ja, daar heb ik niet verder niet bij nagedacht. Iedere gast die er is, moet je dan 5 minuten vasthouden. Ja, je kan ook zo feliciteren, lang en lang. Ja, dat is... Als uw man niet jaloers is ingesteld? Ik ken je man niet, hoor. Nee, ik doe het zelf ook graag. Dus, Aankomende zondag vindt in Breda de Singeloop plaats. Dit geweldige event is altijd garant voor een groot feestje. Wij van Breda Nu zenden zondag de gehele dag live uit vanaf 12 uur. Ga dit dus niet missen. De Bredaarse Singeloop. Een groot feest voor iedereen die van hardlopen houdt. Opgeven is geen optie, hè? Een druk bezocht evenement met een supersfeer. Ja, die is fantastisch natuurlijk. Geniet zondag vanaf 12 uur van onze live uitzending op Breda Nu. Dit was weer het weekoverzicht. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.